Dries Wouters, hoe is het gevoel na dit gelijkspel in de derby? Zuur. Ik denk net voor die rode kaart hebben we een hele grote kans, of twee grote kansen op de 0-2. Als we die maken is het afgelopen. En ik denk dat dit al iets te vaak voorgevallen is dit seizoen, dat we die tweede niet maken. En dan krijgen we een zure goal tegen. Uiteindelijk, als je met 10 man eindigt, is het misschien nog enigszins positief dat je toch nog dat punt haalt. Het rood voor Derman was echt wel een kantelpunt, zoals je zegt. Neem je het hem kwalijk? Want dat had hij daar helemaal niet moeten doen. Hè? Nee, natuurlijk niet. Achteraf is dat makkelijk gezegd. Het is een jonge speler. Het is niet zo slim om zo naar die bal te gaan. Maar hij heeft heel veel talent. Ik denk dat iedereen dat weet. Soms moet hij nog iets beter zijn eigen beheersen op dat vlak. Maar nee, we nemen het hem niet kwalijk. Laten we het eens over de twee goals hebben. Het eerste doelpunt was echt wel een beauty. Ook knap van Lucas Schoofs, hoe hij de ruimte maakt voor jou. Hè? Ja, dat was ingestudeerd op training. En het is dan mooi dat lukt en dat het dan een goal is. En dan het doelpunt van Genk. Was het Benny Yangba die opdook vanuit jouw rug? Hè? Ja, inderdaad. Hij liep in mijn rug. Ik weet niet hoe ver of waar. En die voorzet kwam perfect. Dan doet Nico nog een prachtige redding. Maar helaas komt hij dan tegen de lat en kunnen ze de rebound binnentikken. Wat mankeerde bij Lommel om toch nog dat tweede doelpunt te kunnen maken? Ik had vaak de indruk in de eerste helft zeker dat jullie een aanspeelpunt vooraan misten. Hè? Ja, het was niet gemakkelijk. Ik denk dat we zeker niet de beste wedstrijd spelen. En dat zag je wel vandaag. En dan moet je die kansen die je krijgt zeker afmaken. En misschien missen we bepaalde spelers, maar dat mag geen excuus zijn. Want we hebben een grote kern met genoeg talent. Dus het moet werken naar de volgende week en de komende weken. Er komen nog 7 finales aan, dus alles kan nog. En dat in een weekend waar al jullie concurrenten eigenlijk punten laten liggen. Het is een knotsgekke competitie. Hoe zie jij het nog evolueren? Ja, dat is moeilijk voorspelbaar, denk ik. Het kan alle kanten nog uit. We kunnen eerste worden, kunnen achtste worden. Dat is mooi aan deze competitie en we moeten gewoon blijven verder werken. Het is jammer dat we niet kunnen profiteren van puntenverlies van andere ploegen. Maar het is nu elke week een finale en we zullen wel zien waar we dan op het einde van het seizoen stranden. Dankjewel.